Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een dik pakket met bewolking boven het midden van het land. In het zuiden is de bewolking dunner, in het noorden ook. Dat waren ook de regio's waar vanmiddag af en toe de zon scheen. In het zuiden van Limburg werd het zelfs 18 graden, in het midden van het land amper 11. Vanavond breiden de opklaringen zich langzaam verder over het land uit en blijft overal droog. In de nacht koelt het dan af tot plaats 5 graden. Dan kan er nevel of mist ontstaan. Die mist die lost morgenochtend snel op. Daarna hebben we schitterend weer. Zijn zonnige periode, ook een paar wolken en zijn meest vriendelijke wolkenvelden of stapelwolken, valt geen regen uit. De temperatuur loopt morgen uiteen van 16 graden op de Wadden tot 20 in het midden en zuiden. Zaterdag ook veel zonneschijn en droog weer, zondag en maandag komt er wat meer bewolking, ook dan blijft de zon van de partij, maar heel lokaal kan er misschien ook een bui vallen. Temperaturen rond 20 graden, maandag misschien nog iets erboven. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl